Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vrijwel geen bewolking in onze omgeving en dat betekent dat we vandaag een zonovergoten dag krijgen. We beginnen koud met een paar graden vorst. In de loop van de ochtend komen we iets boven nul en dan voelt het nog wel behoorlijk koud aan, zeker op plaatsen waar de noordoostenwind matig waait met windkracht 4 en dat is vooral in de kustgebieden het geval. Vanmiddag wordt het 4 of 5 graden. Wind verandert niet, of nauwelijks en het weerbeeld ook niet, want het is en blijft zonovergoten. Eigenlijk dus een prachtige winterdag. Maar goed, die wind is echt wel merkbaar. Dat betekent dat we een dikke jas nodig hebben. Vanavond gaat de temperatuur snel omlaag en vriest het al vlot een paar graden. Komende nacht zelfs matig op sommige plaatsen rond min 5. Dan gaan we morgen weer zo'n winterdag tegemoet met 3 tot 4 graden op de thermometers. De wind stelt weinig voor, draait geleidelijk naar een zuidelijke richting. En het blijft als gezegd zon overgoten. Maar dat is niet de rest van de week het geval. Want woensdag krijgen we van het noorden uit veel meer bewolking. Misschien een spatje motregen in het noorden, maar verder is het wel droog. En ook donderdag en vrijdag kan er lokaal wat lichte regen vallen. Maar veel zijn de hoeveelheden eigenlijk niet. Donderdag en vrijdag is er weinig ruimte voor de zon en dan wordt het 9 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl